Hallo allemaal. Als burgemeester van de gemeente Lopik vind ik het belangrijk dat wij als gemeente met onze tijd meegaan. De samenleving verandert, maar wij moeten ook veranderen. En wij moeten, vind ik, beter in contact komen met jongeren in onze gemeente. Daarom zijn we gestart met dit idee, met deze vlogs, om eigenlijk beter in contact te komen met jullie. En om dat te realiseren is het denk ik goed om eerst eens te laten zien wat wij zoal doen. Maar vooral ook van jullie eens te horen waar je meer over zou willen weten. Waarover zou jij graag met ons als gemeente contact willen hebben? Laten we eens kijken wie er allemaal in huis zijn. Loopt u even mee. Vanuit de burgemeesterskamer lopen we hier in de bestuursvleugel, zoals dat hier heet. Hier werken de wethouders en de ondersteuners van de wethouders. Die zijn elke dag bezig om besluiten te nemen en ook allerlei plannen voor te bereiden. Dus bijvoorbeeld Johan van Everdingen, een van onze wethouders. Kijk, die zit hier hard te werken. Dag Johan. Dag Loos. En nu loop ik naar de afdeling burgerzaken. Dat is de afdeling waar burgers komen en onze inwoners komen. En hier kan je van alles regelen. Dus hier hebben we bijvoorbeeld twee dames zitten. Een van onze medewerkers en een inwoner die graag iets willen aanvragen. Dus hier kun je terecht om, als je je rijbewijs gehaald hebt, je rijbewijs aan te vragen. Of je paspoort te verlengen of andere dingen te regelen. Nou, altijd welkom hier natuurlijk. Dankjewel dames. Goed, dat was burgerzaken. Maar burgerzaken is niet de enige afdeling. We hebben nog veel meer afdelingen. Daar kan ik nog wel meer over vertellen, maar dat komt vast een andere keer. Ik loop weer even terug naar mijn kamer. Zo, daar zit ik weer. Dus deze vlogs zijn vooral bedoeld om jullie uit te nodigen en uit te dagen. Van oké, waar wil je nog meer over weten van ons als gemeente? Dit was ook meteen het einde van deze eerste introductievlog. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat vooral ook in de comments achter waar jij de volgende vlog over zou willen hebben. Daar gaan wij hard aan werken. En graag tot de volgende keer. Young